We zijn in Spanje, we zijn in Madrid. Welkom in de vlog van deze week. Wat doen we deze week in Madrid? We zijn hier voor een congres rond artificiële intelligentie en onderwijs. Maar we zijn hier ook om Eden Hazard te zoeken. Die heeft vorige week een contract getekend bij Real Madrid, de belangrijkste voetbalploeg hier. En die komt deze week zelfs naar hier. Dus we gaan deze week op zoek naar Eden Hazard. We zijn dus nog steeds op zoek naar Eden Hazard. En waar kunnen we hem beter vinden of proberen te vinden dan in het Santiago de Bernabeu stadion. Het stadion waar hij de komende jaren zal spelen. Hij is hier verkocht voor een gigantisch bedrag van zo'n 130 miljoen euro. En zal in dit prachtige stadion week na week te bewonderen zijn. We gaan op zoek waar we hem kunnen vinden. Nog steeds geen Eden Hazard te zien hier in het stadion. We staan nu bijna beneden op het veld. Ik denk dat we eens nog dieper door de catacomben in moeten om verder te zoeken. Zelfs al heb je niets met voetbal, vind je het sport voor mietjes in vergelijking met wielrennen, dan nog is dit zeker de moeite om te bezoeken als je in Madrid bent. Allemaal wel indrukwekkend. Ik denk dat het als voetbal voetballer liever toch wel de moeite moet zijn om hier te voetballen. We zijn in de kleedkamer van de huisploeg, waar hier alle sterren aanwezig zijn, elke wedstrijd. En hier helemaal op het hoekje zit Nico Zwart. Op dit is de meeste zijn plaats Nico Zwart te zien op dit moment. En nog altijd geen Eden Hazard te zien. We zijn dus nog steeds op zoek naar Eden Hazard, die misschien hier in de official Real Madrid store te vinden is. Dit is de persruimte waar heel binnenkort, deze week, waarschijnlijk als je deze vlog bekijkt, is het al gebeurd. Hier wordt Eden Hazard voorgesteld binnenkort, over een paar dagen, terwijl ik dit film, terwijl het online komt, zal dit al het geval zijn. Zo, geen Eden Hazard gevonden hier in het stadion van Real Madrid. Maar we zijn hier natuurlijk voor meer dan voetbal, maar daarover later meer. We waren dus in Madrid niet alleen om Thibaut Courtois en Eden Hazard te bezoeken, maar we waren hier op een congres, taskforce van de EADTU. En de EADTU is de European Association of Distance Teaching Universities. Ja, dus alle verzameling van alle Europese instellingen die afstandsonderwijs inrichten. En, de gastinstelling was in feite de Universiteit van Madrid. Ja, de Eden. Ja, de University for Distance Education. Ja. Wat mij opviel is dat bij ons afstandsonderwijs, ik kan niet zeggen kleine broertjes, maar dat dan nog niet dedicated als een onderwijs
Ja. Vorm wordt gezien, hier zijn er universiteiten, allee, niet alleen hier, niet alleen in Madrid. Hier heb je een apart faculteit per voor afstandsleren in feite. En waarom waren we eigenlijk hier? We hadden EADTU, een mondvol, heeft een taskforce opgericht om te onderzoeken welke rol AI, artificiële intelligentie, kan spelen in het onderwijs, in die onderwijsinstelling. Dus niet enkel een hulpmiddel voor het leren, maar in feite ook voor de lesgevers. In feite, ja, welke rol kan AI hebben bij het lesgeven zelf, maar ook bij het verwerken van de leerstof? Maar dan vooral op een hoger niveau in feite besproken. Ja. Wat gaan we eigenlijk doen, of wat wil men doen samen? Dat is een soort reference model, een soort stappenplan gaan opstellen van hoe je eventueel artificiële intelligentie technologie kan gebruiken in je instelling. Hoe ga je daarmee aan de slag? En daarnaast kijkt men ook om een onderzoeksproject eventueel te starten rond een soort teacher companion, noemen ze het, een soort service app, noem het hoe dat je wil, die eigenlijk de onderwijzer, de leraar, de docent, de lector helpt, die eigenlijk bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, je geeft les aan 300 studenten, wel, die 5 studenten presteren beter dan gemiddeld, die iets minder dan gemiddeld, en misschien moet je die en die opdracht gaan aanpassen of extra gaan toevoegen. En in feite, het ideale zou zijn, moesten we zo'n service of app of in welke vorm dan ook kunnen ontwikkelen, waarbij dat de lesgever in feite een overzicht krijgt van de voorgeschiedenis ook van de leerling slash student. En op die manier heel snel kan differentiëren en inspelen op het geïndividualiseerd leerproces. Want dan nemen we toch ook wel mee dat er toch wel vraag is naar echt wel trajecten op maat voor elke student. En dat toch een probleem is dat binnen heel Europa wel leeft. Dus binnen elke onderwijsinstelling, zij het nu in Spanje, in Duitsland, in Nederland, in Italië, Griekenland. Allee, iedereen heeft in feite wat dezelfde vraagstukken. En men probeert wel wat zo kleine oplossingetjes te vinden ervoor, maar eigenlijk het globale plaatje, iedereen struggelt. Wat nemen wij nu mee? Eigenlijk nemen we mee dat we nog niet zo slecht bezig zijn. Dus ook al is het kleinschalig bij ons en vaak zo wat, staat alles nog wel in zijn kinderschoenen. Nee, de andere universiteiten hebben al een volledige faculteit, maar daarom is het organisatieproces niet zo verschillend van hoe dat wij het in feite organiseren. Dus we moeten zeker niet vals bescheiden zijn? Nee, ik denk het zeker niet. Wat mij ook opviel, was dat eigenlijk het aanbieden van videomateriaal geen absolute vereiste is om een goede omkadering te hebben voor een opleidingsonderdeel. Ja, dat klopt. Goed. Naast dat nemen we ook een nieuw netwerk mee, denk ik. Ja. Wat contacten gelegd in de UK en in Duitsland, ook hier in Spanje. Ik denk dat er wel wat mogelijkheden zijn. En in oktober van dit jaar, ik denk dat het niet vrij 16, 17 oktober zoiets, is er hier een congres rond afstandsleren, afstandsonderwijs. Een Europees congres. Dus zeker waarschijnlijk wel een aanrader om te bezoeken. Ja, inderdaad. Voilà, dat was het. Zo, dit was de vlog van deze week. Ik vond het leuk. Ik vond het vast leuk in Madrid. En tot volgende week.